De eigenaar van Doppio baalt van de strenge regels voor gevelreclame voor hun nieuwe vestiging op de hoek van het Zuiderdiep en de Volkingenstraat. De koffiezaak heeft meerdere suggesties gedaan, maar nagenoeg alle verzoeken werden door de gemeente afgewezen. Alleen een reclamebord naast de deur in de Volkingenstraat was toegestaan. Maar dit bord is nu al 2 keer beschadigd en door een vrachtwagen geramd. De eigenaar heeft het beschadigde bord daarom 2 weken na de opening weer van de gevel gehaald. De precieze plek van het bord was eigenlijk niet de plek waar wij hem in gedachten hadden. En ook dat hij best wel laag hangt. Ja, wij konden eigenlijk ook al wel inschatten dat dit mis zou gaan, zeg maar. Helaas kregen we van de gemeente echt te horen dat hij echt op die plek moest. En B, dat hij niet hoger mocht. En dat had te maken met de woningen erboven. Volgens eigenaar Jordi werkt de gemeente niet echt mee. Als je ook kijkt in het straatbeeld van het Zuiderdiep heb je die luifeltjes overal. Maar de gemeente zag dat idee ook niet echt zitten. Doppio laat het er niet bij zitten en zoekt naar eventuele andere mogelijkheden. We zijn nog steeds eigenlijk toch wel met de gemeente bezig om die luifel er toch door te krijgen. Want dat willen we gewoon het allerliefst. Mocht dat echt niet lukken, dan gaat wellicht het bord wat ooit aan de zijkant van de Volkingstraat hing, gaat dan naar de voorkant, op de Zuiderdiepkant gaat het hangen.